Dit is een anti-leukemie medicijn, een molecuul wat helemaal rationeel ontworpen is. En dit molecuul heet Gleevec. En dit heeft al tienduizenden mensen gered. Hoe maken scheikundigen kankercellen kapot? De Universiteit van Nederland presenteert chemicus Dr. Jan van Maarseveen. Ik heb hier een ei. En dat ei, dat sla ik kapot. Eiwit. Zelf heb ik het niet. Daarom heb ik het maar meegenomen en dit is haar. Haar. Ook een eiwit. Spinrag, de sterkste draad die we hebben op aarde, is een eiwit. Spinnengif, allemaal eiwitten. Eiwitten zijn de werkpaden van de levende natuur. Met eiwitten kan je onvoorstelbaar veel verschillende dingen doen. Misschien moet ik nou maar eens het meest voorkomende eiwit op de aarde even laten zien. Rubisco. Rubisco is het eiwit in de fotosynthese wat hier op deze plek staat. Rubisco is een eiwit wat in staat is om met behulp van zonlicht, kooldioxide en water uit de atmosfeer te vissen en dat kooldioxide vervolgens te koppelen aan andere moleculen waarbij suiker ontstaat. Rubisco is daarom het meest voorkomende eiwit op aarde. Dus op dat moment als ik aan het uitademen ben, dan komt de kooldioxide uit mijn mond. Kooldioxide wat echt ooit weer een keer door middel van een Rubisco-molecuul weer omgezet wordt in suiker. Maar het gaat nog verder als je nadenkt over Rubisco. Als we dieper de aarde ingaan, gaan we in feite steeds verder terug in de tijd. En op een gegeven moment komen we bij aardgaslagen, bij aardolielagen, bij steenkoollagen. Maar ook dat waren ooit allemaal planten en bomen. Dat zijn fossiele resten. Maar in feite zijn ook die moleculen allemaal ooit door het buikje van Rubisco gegaan. Een heel bijzonder eiwit. Nou, laten we na Rubisco eens gaan naar de eiwitten in ons lichaam. Ik sta adem te halen. Adem te halen en zuurstofmoleculen worden getransporteerd door mijn lichaam. Dat gebeurt door hemoglobine. Hemoglobine is een eiwit. Nou, mijn botten. Dit is toevallig geen bot van mij. Dit is een bot uit de slagerij. Dit bot haalt al zijn stevigheid uit eiwitten. Collageen in mijn huid, in feite dezelfde eiwitten die in bot zitten, allemaal eiwitten. Krijg ik een wondje, bloedstolling, allemaal eiwitten. Hoe kan het nou dat dat eigenlijk allemaal hetzelfde molecuul is? Dezelfde molecuulklasse met zoveel verschillende eigenschappen. Nou, dan moeten we eerst weer gaan kijken hoe een eiwit is opgebouwd. Een eiwit is een biopolymeer opgebouwd uit aminozuren. Aminozuren, aminegroep, zuurgroep. En 20 verschillende groepjes kunnen hier nog zitten. 20 verschillende groepjes. En aminozuren die kun je achter elkaar krijgen. Want een amine reageert heel graag met een zuur. En dan krijg je een binding. Dan hou je aan de andere kant weer een amine over, reageert weer graag met een zuur, krijg je weer een binding. En zo kun je die moleculen aan elkaar rijgen. Dus in feite is een eiwit een kralenketting van allemaal aminozuren. Waar komt de diversiteit vandaan in eiwitten? Dat komt natuurlijk omdat die eiwitten bestaan uit aminozuren met 20 verschillende van deze zijgroepjes. 20 verschillende. Van die 20 zijn er 2 zuur qua karakter. Van die 20 zijn er 3 basis, wat de chemische reactiviteit betreft.
8 daarvan zijn heel erg apolair, zijn vettig. Terwijl juist weer 4 van die 20 heel erg lijken op water, heel erg polair zijn. Nou, voor degenen van jullie die meegeteld hebben, dan houdt er nog 3 over. En die 3 die zijn ervoor verantwoordelijk dat een eiwit geen losse kralenketting is, maar dat die eiwitten een structuur houden. Dus 20 verschillende bouwstenen. En dat je met 20 verschillende bouwstenen veel kan doen, dat kan ik weer laten zien aan de hand van een getallenvoorbeeld. Stel dat we een heel klein eiwitje maken, een eiwitje wat bestaat uit slechts 2 aminozuren. Hoeveel mogelijkheden heb je dan? Plek 1, 20. Plek 2, 20. Dus totaal, hoeveel mogelijkheden zijn er? 400. 20 in het kwadraat. 400 al. Dat neemt heel snel toe. Stel nu dat ik een eiwitje maak van 17 aminozuren achter elkaar. 17 aminozuurtjes achter elkaar is nog maar heel klein. En op elk van die plek heb je 20 mogelijkheden. Het lukt niet om die allemaal te maken. Want om die van 17 aminozuurtjes achter elkaar, om elke te maken, heb je de massa nodig in feite van de hele aarde. Zo divers zijn in feite eiwitten. En 17 aminozuren is nog maar heel klein. De gemiddelde lengte van eiwitten in ons lichaam is 350 aminozuren lang. 350. En met andere woorden, evolutionair kunnen we nog alle kanten op. Er zit nog heel veel ruimte in de diversiteit van eiwitten. En die diversiteit die wordt in de natuur op een hele slimme manier gebruikt. En dat is vooral als we ziek worden. Stel nou dat we aangevallen worden door een virus. Wie gaat er dan aan het werk? Dat is ons afweersysteem. Maar wat zijn weer die moleculen in ons afweersysteem die het werk doen? Dat zijn weer eiwitten, dat zijn weer antilichamen. En antilichamen zijn ontzettend slimme eiwitten. Antilichamen lijken heel sterk op elkaar. Maar er zitten 2 gebiedjes in antilichamen, 2 gebiedjes, kleine gebiedjes. Daar kan ons afweersysteem de volgorde van de aminozuren heel erg door elkaar gooien. Dus op dat moment als je door een virus aangevallen wordt, wat gaat je afweersysteem doen? 100.000 verschillende antilichamen maken. 100.000 verschillende. Allemaal hebben ze een andere volgorde. Net zolang tot er eentje bij zit, die bindt aan de buitenkant van een virus of aan de buitenkant van een bacterie. En het afweersysteem herkent meteen die combinatie. En het afweersysteem was eerst een fabriek die 100.000 verschillende antilichamen maakt. Totdat dat ene antilichaam waardoor jij beter wordt herkend is. En op dat moment is die fabriek producent van slechts 1 antilichaam. Alleen maar dat type waar je beter van wordt. Dus ook als je ziek wordt, ons afweersysteem is helemaal gebaseerd op eiwitten. Medicijnenonderzoek maakt een beetje gebruik van dezelfde truc. En laten we nou eens als voorbeeld noemen een ziekte die niemand wil natuurlijk, kanker. Hoe zou je kanker kunnen genezen? Eigenlijk over het algemeen geldt dat medicijnen allemaal op zoek gaan naar een eiwit waar iets mis mee is. Een eiwit waaraan een klein moleculenmedicijn bindt, waardoor je beter wordt. Hele belangrijke moleculen in ons lichaam, hele belangrijke eiwitten zijn enzymen. Enzymen zijn in feite de chemische fabriekjes van ons lichaam. Allerlei omzettingen, moleculen van A naar B naar C en ga zo maar door, die heel belangrijk zijn voor ons leven, zijn allemaal enzymen. We hebben in ons lichaam 100 verschillende enzymen. Stel nu dat je een enzym vindt die slechts in kankercellen voorkomt en niet in gezonde cellen. Tegenwoordig zijn we in staat om zo'n eiwit te herkennen die alleen in de kankercel zit. En ook om dat eiwit in feite uit zo'n zieke cel te halen en om die eiwitten dan ook te vermenigvuldigen. En wat je dan vervolgens kunt doen, is dat je dat eiwit in een heel klein reageerbuisje in feite zijn kunstje laat doen. Dat geïsoleerde eiwit, wat specifiek bij een kankercel hoort, laat je de reactie doen waarvoor die gemaakt is. En in feite ga je dan dezelfde truc doen die het afweersysteem ook doet. Namelijk, je doet niet
een reactie in één reageerbuisje. Nee, je doet diezelfde reactie in tienduizenden reageerbuisjes. En bij elk van die reageerbuisjes gooi je een ander molecuul. Net zolang tot je een molecuul vindt wat die reactie remt. Zo kun je kankermedicijnen ontwikkelen. Nou, ik heb daar een voorbeeld van. En van het NKI heb ik ook een eiwitmodel gekregen. En dat eiwitmodel, dat is deze. En dat is een eiwitmodel van een zogenaamd tyrosinekinase. En van dit eiwit hebben ze dus een klein molecuultje gevonden, een klein molecuultje die dit eiwit remt, die dit enzym remt. Nou, en dat molecuultje dat heb ik hier, is een heel lief molecuultje, heel lief, klein. En die past precies aan de buitenkant, past die in een holte. En met behulp van computersimulaties hebben ze dat heel nauwkeurig in beeld gebracht. Maar ja, het eiwit, het enzym wordt geremd, maar nog niet genoeg. En met behulp van computersimulaties kun je dan andere moleculen kun je ontwerpen, het werk van een chemicus, en moleculen die je ontworpen hebt op de computer, die kun je vervolgens in het laboratorium synthetiseren. En zo kun je dan een molecuul wat een enzym in feite lam legt, de werking daarvan kun je helemaal optimaliseren. En zo ontwikkel je een medicijn. En een heel mooi voorbeeld van zo'n medicijn, en daar heb ik een model van, en dat model, dat moet ergens rond, het zijn moleculen, hè? Ze zijn ontzettend klein natuurlijk, die dingen, dus hij is verstopt. En hier heb ik hem. Dit is een anti-leukemie medicijn, een molecuul, wat helemaal rationeel ontworpen is en een enzym lam legt. En dit molecuul heet Gleevec. Dat kwam zo'n 10 jaar geleden op de markt. En dit heeft al tienduizenden mensen gered. Dit is momenteel het meest actieve medicijn tegen een bepaalde leukemiesoort. Wat echt dus door chemici ontworpen is. Wat chemici dus in feite begrepen wat er op het moleculaire niveau mis was. En vonden dus op dat moleculaire niveau ook een oplossing. Ik heb u meegenomen in feite naar mijn wereld van moleculen. Als synthetisch chemicus ben ik in feite een bouwvakker op het allerkleinste niveau. Ik kan moleculen ontwerpen, zoals een architect een huis ontwerpt, maar wij kunnen ook moleculen maken, in elkaar zetten, precies zoals we ze ontworpen hebben. En daarmee kunnen wij medicijnen maken bijvoorbeeld, dat gebeurt niet in mijn groep, en wij zijn alleen maar bezig om nieuwe reacties te vinden, om nieuwe methodes te ontwikkelen om moleculen in elkaar te zetten. Wij maken geen medicijnen, maar in feite wat wij doen, chemici, dat kun je gebruiken voor medicijnenonderzoek. Maar natuurlijk zijn er ook hele andere grote problemen in de wereld die je moet oplossen op het moleculaire niveau. Bijvoorbeeld dat we alternatieven gaan zoeken voor fossiele brandstoffen. Maar wat we ook niet moeten vergeten, is dat alle monden gevoed moeten worden. Dat zijn allemaal problemen op het moleculaire niveau, die je ook op dat moleculaire niveau moet oplossen. Dus vandaar dat wij in onze laboratoria ook ontzettend hard aan het werk zijn. En de scheikunde is eigenlijk nog maar net begonnen en ik ben ontzettend trots een chemicus te zijn. Dank u wel.